De test van het nieuwe alarmsysteem NL Alert is vanmiddag succesvol verlopen. Dat laat de hulpverleningsdienst Groningen weten. Rond 12 uur, tegelijkertijd met de maandelijkse sirenetest, werd er een tekstbericht verstuurd naar de mobieltjes van alle mensen in de provincie Groningen. NL Alert is een nieuw waarschuwingssysteem dat burgers waarschuwt als er bijvoorbeeld in de omgeving een grote brand uitbreekt. We zijn positief over het verloop van de test. Om 12 uur tegelijkertijd met de sirenetest die maandelijks plaatsvindt, hebben we NL Alert voor het eerst eigenlijk live getest. En gebleken is ook uit de respons vanuit de provincie dat het over de hele regio is ontvangen. De proef werd alleen in de provincie Groningen uitgevoerd. Met de test is Groningen ook de eerste veiligheidsregio die van het systeem gebruik maakt. Als je systemen hebt, is het altijd goed om te testen of het goed functioneert. Daarnaast wilden we deze mogelijkheid ook gebruiken om juist de inwoners van de regio te attenderen op het bestaan van dit nieuwe middel. En ook om de mensen de kans te geven om hun telefoon in te stellen en te kijken of het werkt. Hebben jullie ook veel reacties binnengekregen van mensen uit de stad en provincie? Ja, er komen met name via social media reacties binnen van mensen die het ontvangen hebben. Maar ook van mensen die het niet ontvangen hebben. En die hebben daar ook wel wat vragen over. NL Alert is naast Burgernet en het Amber Alert het derde waarschuwingssysteem dat in korte tijd het daglicht ziet. Toch laten de mensen op straat weten het nut ervan in te zien. Ik denk dat het wel goed is om de bevolking snel te kunnen informeren over eventuele gebeurtenissen die plaats kunnen vinden. Zojuist heeft de veiligheidsregio Groningen als eerst een test gedaan met het nieuwe systeem. Heb je zojuist het bericht ook binnengekregen? Nee, nog niet. Okay, wat voor telefoon heb je? Ik heb wel een Android-telefoon, dus dat zou ik moeten doen. Ik vind het heel erg goed, want ook voor de politie en voor de brandweer dan kunnen ze veel sneller in actie komen. Omdat het eerst via moet en dat er uiteindelijk dan een brandweer of een politieauto komt. Ja, dus eigenlijk zegt hij van de mensen kunnen nu veel sneller handelen. Ja. Ik vind het wel slim op zich. Dat mensen een beetje, ik begrijp namelijk ook dat mensen een beetje gecentraliseerd, zeg maar, van hey, dat gebied pakken we, die krijgen een sms'je. Ik vind het wel slim, ja. NL Alert werkt momenteel nog niet op de telefoons van HTC, Sony en Apple. De verwachting is dat dit binnen korte tijd wel mogelijk is. Meer informatie is te vinden op de website nlalert.nl.